Dank u wel. Mevrouw de voorzitter, zal ik een beetje harder moeten praten? Ik, zoals ik eerder zei, ik ben hier om antwoorden te geven op vragen gesteld vanuit uw geacht college. En probeer zo goed als mogelijk in te gaan en zo duidelijk als mogelijk. Uiteraard is het zo dat wij alle vragen boven kunnen beantwoorden. Bovendien is er natuurlijk een hierna ronde waarbij de ministeries aan de orde zullen komen, waarbij zaken tot in de nitty-gritty zullen worden uitgewerkt. Het geachte lid Misikaba heeft terecht gevraagd of wij geen ordening moeten brengen in een situatie die we allemaal kennen. Het is eigenlijk door ieder verwoord op zijn eigen wijze, met soms wat politieke nadruk. Het is ook verwoord door anderen met een oprechte benadering van we moeten een keer het vraagstuk oplossen. Dus ik ben niet hier via u, mevrouw de voorzitter, zoals het geachte lid Guiding zegt, dat ik colleges geef. Juist ben ik ingegaan op de vraag van het geachte lid Misikaba. En ik heb de termen even nader omschreven voor de verdere gedachtenwisseling hier in de assemblee. En het is een vraagstuk welke ons kennelijk allemaal bezighoudt. Ik heb vanuit de beantwoording gezegd dat ik het onderschrijf, maar dat het tijd wordt dat wij duidelijke regels dienaangaande zullen moeten vaststellen met elkaar. Want dit wat nu gebeurt, kan niet. Voor de mensen die andere reden hadden om in plaats van in te gaan op het inhoudelijke, want niemand kan daar tegen zijn, zijn er allerlei zaken aangehaald. En toen heb ik, laat me het nog een keer zeggen, er worden mensen 3 maanden en 4 maanden en 6 maanden voor de verkiezingen genomen. We kennen die dingen. Op AO-basis heten die dingen, geloof ik. En die dingen lopen af. En nu gaan we doen alsof we niet weten waar het om gaat. We hebben niet gezegd dat die zich alleen schuldig maakt. Of die zich alleen schuldig maakt. Er is een bepaald fenomeen. Ik heb toen wel gezegd, want er zijn nog een aantal dingen te zeggen over dit apparaat, waar ik aan het einde straks toekom. Ik heb wel gevraagd om met uitzondering van de kwestie welke nu speelt bij RO, heb ik gevraagd om geen namen te noemen. Want als u namen gaat noemen, gaat u mij dwingen om boekjes open te maken. Dus als u die persoon heeft zien gaan, en dan mag u een vraag stellen, maar ga eerst naar die persoon en vraag, luister, Miwankari nee. Hij had je zelf zeggen, betekent dat niks. Dus, en allemaal, ik denk dat we allemaal op één lijn zijn. Althans, wij proberen een nieuwe dimensie aan te geven. Mevrouw de voorzitter, toen wij vonden dat de directeur van de SLM moest worden ontslagen, hebben we binnen eigen gelederen gekeken. Hebben we gekeken en iedereen heeft ons geadviseerd om de goede man die daar nu waarneemt. Vriend van meneer, via u, van het geachte lid Kastelen.
Ik had even goed. Ik kan u zeggen, bij andere politieke partijen was het onmogelijk. Maar het is dan ook geen verwijt aan die kant meer. Is, we doen wat Trasani. We moeten het anders aanpakken. Toen wij zochten naar een president van een president-commissaris van de Centrale Bank, heb ik geïnformeerd naar goede krachten, deskundige krachten, krachten met ervaring, krachten met internationale respect. En ik heb een topper van de NPS zit daar, voorzitter. Ik leid de zaak in waar we naartoe willen gaan. Moeten gaan. Jawel. En als ik er meer moet nemen, geen probleem. Maar zo kan ik het rijtje doorgaan. Het gaat erom van... Het gaat erom van... De vraagstelling van het geachte Miskaba is terecht. En ik heb gezegd van... Het wordt tijd... Ik ben een beetje colleges te geven hier. Het wordt tijd dat hij inderdaad... Dat het duidelijk wordt. En soms weten we bepaalde mensen... Ook in een bepaald systeem. Wanneer je nationaal denkt... Wanneer men nationaal denkt... Kan het zijn dat een man... Jaren een post, maar dat zijn de volwassen democratieën. Ik kan me nog herinneren, dacht ik, mevrouw de voorzitter, dat ik dacht, hoor toch zo van het land. Minister Lunch is jarenlang, wie ook kwam, als pikri buitenlandse zaken. Ik denk dat we aan het begin van de goede weg zijn. Maar we moeten niet doen alsof die dingen er niet zijn. En we moeten de discussies ter plaatse brengen. En vandaag is niet de discussie. Ik probeer te beantwoorden wat geachte lid Miskaba zei van... Moeten we nou niet gaan kiezen voor een systeem waarbij het duidelijk is... Dit doen we na de verkiezing. Of zo ziet het systeem eruit. Je hebt verloren, inpakken. Je hebt verloren... We hebben een ander systeem. Je mag blijven, je kan blijven, je moet blijven. En die discussie is terecht. Maar ga niet te lang er verder op inweden. Ik denk dat het is verder aangevuld met achter het Breveld. Die zegt, er moeten profielschetsen aankomen. Wat ik wel onderschrijf, meneer Gayadin. Ik dacht dat u dat zei. Kom niet zo vaak hier. Nee, maar ik ben blij, dat we na de verhitte periodes toch wel in staat zijn om de humor toch wel af en toe een kans te geven. Inderdaad ben ik ook een voorstander van fulltime parlementariër, dit parlementariër zijn. En... Daar kan ik kan u nu zeggen dat ik al een poos ben een robotje te vechten. Omdat het gaat er niet om van wat Boutersen wil. Ik zit in een coalitie. En het zal daar eerst uitgevochten moeten worden. Maar goed, dat is een sideline. Met uw toestemming, mevrouw de voorzitter, wil ik dan. Want ik dacht dat alles wat hier gezegd heeft te maken met de kwestie van het beantwoorden wat ik probeerde te doen. Met betrekking tot de kwestie van het lid achter het Miskaba. En ik zei van, er moet een tijd komen dat we het doen. En we moeten besluiten nemen daarover. En dan weet iedereen, zo staat de zaak. Dus de andere zaken zijn natuurlijk zijn randdingen die niet de essentie meer raken van wat we allemaal soms hier en daar gezegd hebben. Met betrekking tot de grensbewaking en grenscontrole. Mevrouw de voorzitter, op de vraag van het geachte lid Brunswijk over de bewaking en de controle van grensposten en landsgrenzen, waarbij de MP en douane van zeer belangrijke zin zijn, wil ik het volgende opmerken. De regering...
onderschrijdt het feit dat door de effecten van globalisatie de mobiliteit van personen en goederen wereldwijd is toegenomen. In dit verband rust op onze grensbewakingsinstanties een grote verantwoordelijkheid om onze gemeenschap te beschermen tegen de verhoogde risico's van deze toegenomen mobiliteit. De regering heeft met haar buurlanden Guyana, Frankrijk, Frans-Guyana en Brazilië een hele nauwe samenwerking. Binnen deze samenwerking is grenscontrole een belangrijk thema van bespreking, waarbij inzet van capaciteit en informatieuitwisseling zo effectief mogelijk plaatsvindt. Mevrouw de voorzitter, wat de regering in haar beleid als speerpunt in dit beleidsgebied heeft, is regulering van illegale personen- en goederenverkeer, effectieve controle en verhoging van toezicht op strategische punten bij de grensposten, als ook op de luchthaven Zanderij en Zorg en Hoop. Mevrouw de voorzitter, met Frankrijk, dus met Frans-Guyana, zijn recent afspraken gemaakt over onder meer het creëren van een centrale aanmeerfaciliteit en over gezamenlijke surveillance met de KPS, ons Korps Politie Suriname, op de Marowijnrivier. Mevrouw de voorzitter, een Surinaamse missie heeft onlangs in Guyana besprekingen gevoerd om te komen tot uitvoering van soortgelijke afspraken als die met Frankrijk. Vermeldenswaard is dat deze missie uitvloeisel is van afspraken die gemaakt zijn tussen de president van Suriname en de president van Guyana. Met betrekking tot de samenwerking ten aanzien van drugsbestrijding, mevrouw de voorzitter, op de vraag van het geachte lid Brunswijk, laat me toch even een kort uitstapje weer maken. De kwestie, dan ga ik even toch naar Frans-Guyana. Deze kwestie is eerder aan de orde geweest en ik weet dat een van de organisaties die hier tegen was de A-combinatie, omdat er een stuk in voorkwam dat we aan een vriendenmogendheid de ruimte zouden bieden om 2 kilometer op ons grondgebied te kunnen opereren. Voorzitter, laat mij mijn dank uitspreken dat wij onze grondwet geen geweld hebben aangedaan en dat alle mensen die hebben ondersteund, dat het onmogelijk te verkopen zou zijn voor onze gemeenschap. Ik denk dat, zoals ik al eerder zei, de mobiliteit is toegenomen en we moeten de samenwerking hecht hebben met elkaar. Er zijn duidelijke afspraken ten aanzien van de grens, maar wij gaan ons land, althans deze regering, gaat het niet toestaan dat dit land zomaar door andere landen met allerlei inventieve zaken toch op een of andere wijze uw grondwet schendt. Mevrouw de voorzitter, op de vraag van het geachte lid Brunswijk over de samenwerking met de Verenigde Staten van Amerika op het gebied van drugsbestrijding, kan ik opmerken dat het drugsprobleem op de eerste plaats een wereldprobleem is. Wij als land zullen ons daarom met alle andere landen, geen enkele uitgezonderd, inzetten om dit fenomeen te bestrijden. In dit verband
kan ik wijzen op de belangrijke rol die Suriname nu vervult in SICAD-verband. Zoals u weet is Suriname, bekleed Suriname het voorzitterschap van de SICAD. Ook kan ik verwijzen naar de laatst gehouden algemene vergaderingen van de SICAD in Suriname en naar de afspraken die op die vergadering zijn gemaakt. Mevrouw de voorzitter, de regering continueert de eerder gemaakte afspraken en overeenkomsten met de VS. De vestiging hier te landen van en de samenwerking met de DAA is een van de afspraken en overeenkomsten die worden dus gecontinueerd. Ik hoop dat ik hiermee de kwestie van de vraag van het geachte lid Brunswijk voldoende heb beantwoord. Het is bekend dat de werkzaamheden van de genoemde agency hebben geresulteerd in diverse successen op het gebied van identificatie en ontmanteling van criminele organisaties en in beslagname van drugs. Het is ook bekend dat er op operationeel niveau wordt samengewerkt met de Drugs Enforcement Agency, waarbij haar netwerken worden gebruikt om informatie breed en internationaal met elkaar te delen. De kwestie grensdistrict Marowijne. Mevrouw de voorzitter, naar aanleiding van de vraag van het geachte lid Brunswijk over de veiligheid van het grensdistrict Marowijne, het volgende. De regering heeft in haar beleid op diverse sectoren bijzondere prioriteit toegekend. En het grensdistrict Marowijne behoort inderdaad tot de prioriteitsgebieden. Veiligheid en politiezorg hebben daarbij bijzondere aandacht. Er zijn recentelijk middelen vrijgemaakt voor ons KPS en de veiligheidsdiensten om hun mobiliteit, capaciteit en anderszins hun slagkracht te verhogen. In de komende periode zullen meer maatregelen worden getroffen om de zichtbaarheid en de aanspreekbaarheid van de politie in het grensdistrict te verhogen en om derhalve de aanrijtijden bij incidenten te verkleinen. Overigens is dit het beleid voor geheel Suriname. Mijn regering ondersteunt het standpunt van de Nationale Assemblée dat de staat Suriname nooit buiten de grondwet om toestemming zal geven om binnen ons territorium opsporingsactiviteiten te verrichten door vreemde mogendheden. Verkeersveiligheid. Op de vraag van het geachte lid Santokki over verkeersveiligheid wil ik als volgt antwoorden. Het verkeersveiligheidsvraagstuk is beïnvloed door ontwikkelingen in de samenleving die niet gepaard zijn gegaan met een beleid dat gericht is op handhaving van veiligheidsmaatregelen met veilige wegvoorzieningen, opvoeding in het kader van verkeersveiligheid en bewustwording in het kader van verkeersveiligheid. De regering erkent dat en de regering is bezig op deze drie gebieden maatregelen te treffen waardoor verkeersveiligheid vergroot zal worden. Mevrouw de voorzitter, de regering erkent dat het effect van deze maatregelen nog niet zichtbaar is en dat er nog veel te veel aanrijdingen plaatsvinden en dat er veel slachtoffers worden gemaakt. De regering zal derhalve de reeds ingezette maatregelen continueren en het verkeersveiligheidsplan versneld uitvoeren. In dit verband zal de regering het reeds ingezette proces van
bromfietscertificering na evaluatie al dan niet aangepast uitvoeren. Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding. Mevrouw de voorzitter, met betrekking tot de criminaliteit in het land hebben de geachte leden Brunswijk, Asabina en Ranjit Singh de regering een aantal vragen gesteld. Ik wil in eerste instantie verwijzen naar wat ik reeds in de eerste ronde hierover heb gezegd. Ik wil echter eraan toevoegen dat het Korps Politie Suriname een speciale korte termijn veiligheidsplan 2011 heeft ontwikkeld dat integraal van opzet is en dat met prioriteit wordt uitgevoerd. Zo heeft de regering reeds een aanvang gemaakt met het beschikbaar stellen van extra middelen, zoals ik eerder zei, voor de uitvoering van het plan. Centraal in dit plan is een integrale aanpak van ernstige vormen van criminaliteit, zoals geweldscriminaliteit, met name berovingen, overvallen en diefstallen. Bij de aanpak van de criminaliteit wordt naast de toepassing van repressieve maatregelen het accent gelegd op preventie, participatie en eigen verantwoordelijkheid van alle hierbij betrokkenen. Mevrouw de voorzitter, met het plan beoogt de regering een effectief antwoord te geven op de gedeelde bezorgdheid binnen de samenleving met betrekking tot het veiligheidsgevoel van onze burgers. De regering beoogt met het plan ook een terugdringing van de criminaliteit door daders van kordaat en hard aan te pakken. Ter bescherming van burgers behoort de harde kern van de criminaliteit voor langere tijd achter slot en grendel te moeten zitten. Geen enkele inspanning zal worden nagelaten om personen die verantwoordelijk zijn voor de schending van de rechtsorde op te sporen en te doen vervolgen. Te dien einde heeft de regering een joint task force ingesteld en deze met speciale opdrachten belast. Bedoelde task force is nu al operationeel. Dan wil ik overgaan om de kwestie dienstplicht, mevrouw de voorzitter. Met betrekking tot de invoering van de dienstplicht, als antwoord op een vraag van het geachte lid Venetiaan, het volgende. Aan jonge Surinamers tussen 17 en 26 jaar zullen mogelijkheden worden geboden om tijdens de vervulling van hun dienstplicht een vak te leren en of een technische opleiding te volgen. Natuurlijk zullen tijdens de dienstplicht ook militaire en beveiligingsvaardigheden aan de jongeren worden bijgebracht. Mevrouw de voorzitter, staat u me toe in deze kwestie te verwijzen naar artikel 180 lid 3 van de grondwet. Artikel 180 lid 3 van de grondwet, zoals gewijzigd in april 1992, uitgerekend in de regeerperiode van de president Venetiaan. Daar lezen wij: militaire dienst kan worden verplicht voor een periode onder voorwaarden te regelen bij wet. Geachte lid Venetiaan heeft die vraag gesteld. En natuurlijk dacht ik dat de mensen in het leger erg blij waren om na 10 jaar iets van hun opperbevelhebber te horen. Maar de wet die toen gewijzigd is door die regering, heeft dit stuk erin gelaten. Dat staat in die wet gewijzigd in 92. Militaire dienst kan worden verplicht
voor een bepaalde periode onder voorwaarden te regelen bij wet. Voorzitter, ik denk dat ik hiermee kan volstaan. Financiering van grote projecten. Mevrouw de voorzitter, een ogenblik, president, de geachte leden, Venetiaan en Brunswijk. Ja, een ogenblik, president, u heeft twee interrupties. Twee leden willen u een kleine verduidelijking vragen. Lid Gayadin en lid Ranjit Singh.